Hallo mensen! Hallo lieve mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe power-up. En deze power-up is geen game, geen boek, maar een film. Ik ben er een beetje laat mee, maar na het intro ga jij weten... Kut, je hebt de titel al gekeken, shit. Oké, de Polar Express. Nou ja, na het intro. Misschien ben ik een beetje laat, het is een kerstfilm, maar ik heb hem nog nooit gezien. Oh, shame on me, shame on me. Een kerstavond om nooit te vergeten. In het begin van deze film dacht ik, het gaat alleen maar op de trein afspelen. Dat jongetje gaat slapen, er komt een trein en die komt zo langs huis. Godverdomme. Zomaar een trein, jongens. Dat is niet normaal. En die trein, die stopt ook toevallig voor zijn huis. Echt heel toevallig. En Tom Hanks, hij speelt een aantal rollen in deze film, geweldig gespeeld. En Tom Hanks zegt zo van, ja jochie, je mag naar binnen, je mag met de trein mee, weet je wel. Nou, dat jongetje, dat heeft er gewoon geen zin in. Die wil dat niet. €2. Het jongetje wou gewoon niet en op een gegeven moment ging hij rijden en hij dacht van, nou, ik twijfel nou een beetje. En die springt zo die trein op. En ontzettend leuk avontuur. En ik vond deze film echt gigantisch vet. Ik denk dat de meeste van jullie deze film wel hebben gezien. Dat denk ik. Het jongetje stapt in de trein en daar begint eigenlijk zijn droom. Hij zit natuurlijk al in die droom, maar alles kan en alles gebeurt. Het is echt zo'n droom. Je moet eigenlijk een beetje je fantasie los laten gaan. Stel je voor, ik zit nu ook in een droom dat ik een roze poeier ben. Ik heb een poeierpak aan en ik hou zo een been vast van een travestiet. Klinkt een beetje raar, maar ja, het verhaal is een beetje dat het laat zien wat kerst inhoudt voor een bepaald persoon. Dus als jij in kerst gelooft, wat het dan bijvoorbeeld met je kan doen. Nou ja, en dat kan heel veel doen, maar het kan ook gewoon niks met je doen. Heel veel mensen vieren geen kerst, maar sommige mensen vieren het juist wel. En ik ben wel iemand die kerst viert. Well, you're coming. Why, to the North Pole, of course. This is the Polar Express. All aboard! Waarom ik deze film koos om de power-up mee te doen, is omdat ik eigenlijk het een heel fijn gevoel geef dat je gaat nadenken van hoe het is als mensen geen kerst vieren, weet je wel. Het is maar één keer per jaar en heel veel mensen denken er niet over na, maar kerst is toch iets speciaals en deze film laat dat zeker zien. Dan lijkt het me wel leuk om een vraag te stellen aan jullie kijkers. Waar denken jullie met kerst aan? Het is misschien een beetje laat en misschien een beetje riskant om te vragen. Wat is jouw gevoel bij kerst en waar denk jij het meest aan bij kerst? Laat een leuke comment achter beneden. Ik ga het zeker lezen. En dan hoop ik de volgende keer weer om een hele gave film te gaan kijken. Want ja, ik heb namelijk iets heel vets. Ik heb een game gekocht. En die game ga ik een power-up van maken volgende week. Dus zeker in de gaten houden. Dat ik een roze poeier ben. Ik heb een poeierpak aan. En ik hou zo een been vast van een travestiet.